Corona. Als je net zoals ik wel eens met het openbaar vervoer gaat, dan weet je er inmiddels alles vanaf. Mondkapjes. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik koop niet elke keer als ik een mondkapje heb gedragen, koop ik niet een nieuwe, weet je wel. Dus ik denk dat heel veel mensen zich schuldig maken aan het feit dat je een mondkapje die eigenlijk bedoeld is voor één keer gebruik, gewoon vaker gebruikt. En dat is gewoon ontzettend onhandig. Daarom ga ik je vandaag laten zien hoe je binnen één minuut een eigen mondkapje maakt. En het enige wat je ervoor nodig hebt, is een sok. Let's go. Bij het maken van een mondkapje is het heel belangrijk dat je een sok gebruikt die elastisch is. Je wil geen sok hebben waar geen rek meer in zit, omdat die anders niet over je mond heen past. We beginnen met het buitenste einde op te rollen en bij de zijkant het stuk af te knippen. Dat doe je ook bij de andere kant. Je wil namelijk dat allebei de kanten van de sok gelijk zijn. Het gedeelte waar je hiel zit, dat is waar uiteindelijk je neus gaat komen. Dus je draait de sok een kwartslag en knipt dit uiteinde knip je helemaal uit. Als je de sok nu openvouwt, dan zie je eigenlijk al een beetje wat de bedoeling is. Hier komt je neus. En dus ga je hier aan de zijkanten een knipje maken, zodat je oren ertussen passen. En dat doe je op deze manier. Je vouwt hem weer om. En knipt hier, dicht bij de randjes, knip je een opening. Je kan ongeveer de helft doen en dan kan je vervolgens kan je hem aanpassen en kijken of je nog verder moet uitknippen. En nu is het alleen nog een kwestie van de sok openvouwen en proberen of hij om je oor heen past. Nu hoor ik je al denken van ja, allemaal heel leuk en aardig dat eigen mondkapje maken. Maar werkt het nou eigenlijk? Daar heb ik eigenlijk een hele simpele truc voor. Je hebt namelijk een kaars of een vaccinelichtje nodig. En dan doe je je mondkapje op en dan ga je proberen om die kaars uit te blazen. Op het moment dat jij die kaars kan uitblazen met je mondkapje op, ben je dus niet goed genoeg beschermd. Lukt het niet, dan ben je wel goed genoeg beschermd. En dus is je mondkapje geschikt voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ik ga je wel bijzeggen. Het is belangrijk dat je een zo dik mogelijke sok pakt, want sommige sokken zijn van heel dun materiaal en dat zal je dus niet goed genoeg beschermen. Ik ga het je laten zien. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet je niet te abonneren. Kan hier rechtsboven. Geef even een duimpje omhoog. En als jij nog tips hebt, laat het ons weten. Dan gaan wij voor jou aan de slag. En dan zie ik je de volgende keer bij een nieuwe video.